Yo, mensen van Doe Maar Game, leuk dat jullie kijken naar deze video. Deze video gaan we verder doen met Game Server. Boeja, dat zei ik even mooi. In deze episode hebben we een speciale episode. Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Nee, ik weet eigenlijk ook niet wat we deze episode gaan doen. Oh, yo, hij is wel heel erg lek voor je op het moment. Wow, zo sensitivity ben ik hem amper gewend. Of ik heb gewoon een tijdje Minecraft gespeeld. Dat komt er natuurlijk door omdat ik net de hele tijd Amnesia heb zitten spelen. Voor mijn Engels kanaal. En dat is natuurlijk allemaal wat moeilijker met bewegen. Dat gaat niet zo soepel. En dan ga je een beetje daaraan wennen, zeg maar. En dan... En dan is dit opeens weer heel erg raar. Ah, ik haal bijna mijn vinger open. Ik had gisteren mijn vinger opgehaald aan dit blikje. Maar ik had het zelf niet door. Dat was raar. Maar mensen, we gaan lekker beginnen met deze episode. Ik weet niet wat we deze episode gaan doen. Wow, ik moet echt even wennen aan de sensitivity, hè. Holy shit. Maar deze episode gaan we... Ja, ik denk gewoon even iets leuks doen. Ik weet niet wat we deze episode gaan doen. Dit zijn mijn ezels trouwens, voor de mensen die zich afvragen. Ja, wat heb ik met die ezels? Ja, niet erg veel. Ze hebben geloof ik wel wat dingen bij zich. Oh nee, ze hebben helemaal niks bij zich. Oké, dat is leuk. Altijd leuk om te weten dat ze niks bij zich hebben. Kan ik er af? Kan ik er... Nee, niet. Maar nee, deze episode gaan we dus even verder met ja, wat dingen doen. Maar eigenlijk wat we nodig hebben zijn carrots op het moment. Want carrots kunnen we dan gebruiken om die dingen te fokken. Dat hebben we eigenlijk wel nodig. Alleen of we het hebben is weer wat anders. En we hebben het geloof ik niet, carrots. Dus ik moet even kijken hoe ik dat deze episode ga oplossen. Maar ik heb geloof ik ook een sugar cave farm. En ik geloof dat dat al wel gegroeid is. Maar we hebben eigenlijk ook wel leer nodig. Want zodra we leer hebben, kunnen we eindelijk een shunting table maken. Want ik ga de hele tijd dood wanneer ik heel veel experience heb. Omdat ik de experience wil gebruiken. Uiteindelijk om te sparen, zeg maar. Omdat ik het uiteindelijk kan gaan enchanten. Maar dus ik ga gewoon eerst even dit allemaal verzamelen. Zodat we dat later weer kunnen gebruiken, al dat sugarcane. Ik weet niet hoeveel we nodig hebben ongeveer. Maar ik ga ervan uit dat we aardig wat nodig hebben aan papier. Dus ik neem maar gewoon alles mee. Ik heb zelf een beetje een mooie sugarcane farm gemaakt. Het is niet echt een sugarcane farm waarvan je zegt van... Oh, die is echt mooi. Echt helemaal... Oh, Job, jongen. Kan ik je inhuren voor sugarcane farms bij ons? Nee, zo nou mooi is hij nou ook weer niet. Maar, dat kan ik zo zeggen, hij is te doen. Hij is te doen. Daar gaat het om. Maar nee, ja, weer eens even lekker Minecraft voor de mensen die denken, zo Minecraft, je hebt toch geen hekel aan Minecraft. Ik heb geen hekel aan Minecraft, dat vertel ik ook heel vaak aan jullie alleen. Het is zo dat ik niet alleen maar Minecraft wil. Ik bedoel, ik ben niet een van die Minecraft-fuurtjes die de hele dag in de bed zit te fappen op Minecraft-laatje. En uiteindelijk als er een keer geen Minecraft is, boos wordt. Ik bedoel, ik vind alle games leuk. Ik vind Minecraft leuk, ik vind Amnesia leuk, ik vind Mario leuk. Bij mij kun je met elke game kun je wel aankomen natuurlijk, weet je. Dat is het gewoon. En dat is ook de reden waarom ik zoveel verschillende games speel op mijn gamen. En dat ik zoveel verschillende series heb. En ik vind eigenlijk dat jullie alleen maar blij zouden mogen zijn dat ik zoveel verschillende series heb. Want wat zouden jullie ervan vinden als ik bijvoorbeeld alleen maar Pokémon zou spelen. Als ik alleen maar Pokémon Emerald spelen. Een speciaal kanaal zou aanmaken genaamd Doe Maar Emerald. En het zou toch gewoon ziek zijn. Dan zou ik dus alleen maar één game zitten te spelen de hele dag. Kijk, dat is mijn mening. Ik vind dat ziek, weet je. Ik denk daar heel anders over misschien dan jullie. Ik denk dan van ja, fuck die shit, weet je. Ik ga dat mooi niet doen. Terwijl andere mensen misschien zouden denken van ja, Job, speel alleen maar Minecraft. Maak een speciaal Minecraft kanaal aan. Gelijk, doe maar Minecraft. Kan ik doen. Maar ik vind het gewoon niks, weet je. Tuurlijk kan dat. Kan altijd. Alleen, of ik het een goed idee vind, is weer wat anders. Maar deze episode, wat gaan we deze episode doen? Is een beetje te zeggen, ja, wat hebben we nodig? We kunnen natuurlijk even gaan minen, maar dat is niet zo leuk. Ik denk dat we ook wel even op pad kunnen gaan om te zoeken naar carrots. Dat is eigenlijk ook wel handig. Gewoon de fitness gaan zoeken. Laten we dat doen deze episode. We gaan gewoon op pad, te paard. We gaan te paard op pad. Of te ezel. Te ezel. Dat vind ik een leuke. We gaan te ezel op pad. Kunnen we die ezel trouwens ook horse armor aan doen? Ik geloof het niet, hè. Dat kan die geloof ik net niet. Ja, net niet. Het staat natuurlijk nergens, maar dat kan die geloof ik niet. Wat ga ik meenemen? Ik ga gewoon pickaxes meenemen. Ik ga zwaarden meenemen. En ik ga denk ik mijn eten meenemen. Maar het is ook wel handig om wat stone mee te nemen. Dus ik denk dat dit ongeveer zo, zeg maar... Op deze manier is het geloof ik wel goed. Als ik het zeg maar zo orden. Snap jullie wat ik bedoel? Dan kom je denk ik al een heel eind. Op deze manier. Dus ik denk dat het dit hem gaat worden. Dat ik dit ongeveer mee ga nemen. Voor de rest heb ik denk ik ook niet zoveel nodig. Even kijken, heb ik armor? Nee, ik heb geen armor. Dan neem ik gewoon een chestplate doek aan. Ik bedoel, toch iets. Ben je toch iets beschermd. Dat is altijd leuk. En ja, dan gaan we maar op pad. Ik hoop dat het wat gaat worden. Ik pak een... oh nee, wacht. Heb ik een saddle? Heb ik een saddle? Ik heb één saddle nog. Ik had er eigenlijk twee, maar het probleem was met die tweede is in een cliff beland. En die heb ik toen maar laten zitten. Toen dacht ik, oh ja, fuck dat. Fuck die shit. Maar we gaan nu even dus een paard meenemen. En, oh ja, we hebben natuurlijk sugar nodig. Want sugar, dat heb je nodig om je paard te temmen. Dat heb je niet echt nodig. Maar ja, ik maar gewoon met dit ding ga. Hey, een kip. Dat is ook wel voordelig. Als we nou een kippenfarm maken, als je erover na, dan kunnen we heel veel pijlen maken. Of als we tegen naar die end gaan. Dus dat is wel voordelig. Maar ja, of we dat gaan doen, weet ik niet. Als eerst ga ik natuurlijk even dit doen. Doe even al deze spullen hierin. Zo. En welke gate moet open? Oh, die gate moet open. Like. Huppakee. Spring over. Ja, je kan dit. Goed zo. En dan gaan we op pad. Ik weet niet welke kant we op gaan, maar dan zien we vanzelf. Ik hoop dat ik mijn paard een beetje in leven kan houden. Of eigenlijk mijn donkey. Ik vond opeens allemaal donkies bij elkaar. Ik dacht, donkies waren toch zeldzaam? Nou, ik denk het dus niet.
Maar nee, ja, we gaan dus lekker verder met waar we mee bezig waren. Maar nee, even over dat over gesproken van verschillende games. Kijk, het is zo dat voor elke game is wel weer een publiek. Wat je ook speelt. Kijk, ook al zou je bijvoorbeeld Mario gaan spelen in je naakje met facecam. Daar is gewoon een publiek voor. En hetzelfde is dat er voor Minecraft natuurlijk een publiek is. Ook al is het publiek bijvoorbeeld voor Minecraft gewoon wat groter als voor Pokémon Emerald. Maar er is wel publiek voor Pokémon Emerald. En ik als YouTuber wil natuurlijk zoveel mogelijk subs behouden. En natuurlijk ook zoveel mogelijk subs krijgen. En natuurlijk doen wat ik leuk vind. Nou, afgezien van dat vind ik het dus leuk om Pokémon Emerald te spelen. Ik vind het leuk om verschillende games te spelen. En het is voor mij heel voordelig als ik verschillende games speel. Omdat er dan meerdere publieken naar mij komen. En zoals ik al heb gezegd, is het ene publiek wat groter als de andere. Het lijkt trouwens dat hij lekt, maar dat doet hij niet. Dat is gewoon een ezel hoe die gaat. How it rolls. Dat is hoe die rolt, die ezel. Dat is gewoon hoe die doet. Hey, een village! Oké, dat is raar. Had ik namelijk nooit meegekregen dat die daadwerkelijk zaten. Want ze waren er niet meer de vorige keer. Maar dat is natuurlijk om het feit dat ze ook weer terugspannen. Dat is wel leuk. 14 van die. Nou, er zit niet echt eentje bij waar ik blij van word op het moment. Nou, ook niet echt iets waar je van zegt van, oh, dat kan ik wel goed gebruiken. Neem dit sowieso even mee natuurlijk, want dat kunnen we altijd nog gebruiken. Ik kan die Iron Bars eigenlijk ook wel meenemen. Die zijn ook best wel duur, geloof ik. Zo, neem ik gewoon even mee. Ik weet niet of je ze ook... Ja, je krijgt ze gewoon mooi. Neem even al de dingen mee die we kunnen gebruiken. En de lava, die laat ik ook maar even hier. Die kan ik misschien ook later gebruiken. Maar hier was helemaal geen chest. De vorige... What the fuck? Huh? Vorige keer toen ik hier kwam was er helemaal geen chest. En nu is er wel, want je bent 3 obsidian. Een iron sword. En iron boots. What the fuck? Oké, dat is best wel raar moet ik zeggen. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Als we nou weer weggaan, dan spant hij dan vorige keer over terug. De volgende keer. Want we zitten heel dicht bij een village met ons huis. Dat is dus best wel voordelig. Zo. Of moeten we hem dan laten staan? Ja, dat zou we wel mee kunnen nemen. Hey, alles is ook weer terug in wheat. Huh? What the fuck? Dat heb ik er nog nooit meegemaakt. Ik neem even alles mee voor de mensen die denken... Ja, Job, je kunt het toch beter even wachten tot het allemaal klaar is. Nou, ik neem het altijd mee, zodat ik het thuis kan gaan gebruiken, zeg maar. Want ik wil hier niet gaan wonen, zeg maar. Dus dat is een beetje het probleem. Zo, ik neem alles even mee. En... Oh, dit is opengemaakt door iemand. Of niet? Wauwie, bauwie. Dit is best wel groot. Als ik dit openmaak, zit er dan allemaal water achter. Nee. Nah. Maar nee, deze village, de laatste keer dat ik hier was, was geloof ik ook in de opname. Toen was er helemaal niks meer. Ja, dat was in de eerste opname weer in de nieuwe server. Met Fretic was dat. Toen was er niks, er was helemaal niks. Alle chesten waren leeg geplunderd. Er was helemaal niks meer als je keek naar groenten en alles. Dus ja, best wel apart. Holy shit, jou moet ik even... Ga erin. Zo, ja, dat doe ik altijd even met villages die een goede rel hebben. Hup, en jij? Wat rel jij? Ah, jij hebt toch een slechte rel. En jij? Moeten we ze dan ook weer killen als ze slechte ruilen hebben? Ik geloof het wel. Want dan kun je later spannen er namelijk weer mooie, nieuwere voor terug. Zeg maar zo. Een cactus. Oh, neem ik ook even mee. Waarom zou ik een cactus meenemen? Oh, het wordt dan weer nacht. Hé, was mijn donkie? Kut, was mijn donkie? Was mijn donkie? Rustig blijven, Job. Hij heeft een zadel van je. Hé, boekenkast. Ja, dat moet ik ook meenemen. Voor mijn shopping table. Maar even serieus, waar is de donkie? Oh, nee. You're kidding me. Waar is dat ding? Die rent toch niet weg? Spant hij weg? Nee. Ah, nee, fuck die shit. Waar is die donkey? Oh, nee. Het is altijd bij mij zo als ik een keer mijn ezel alleen laat. Moet die altijd weer wegspannen. Verdorie. En helemaal als het nacht wordt. Ik weet niet of die aangevallen kan worden of iets. Maar het is wel heel erg vervelend. Hé, spullen. Er gebeuren echt telkens rarere dingen hier. What the fuck? Ah, nee. Mijn donkey is vermoord door die fucking dingen. Nou ja, jammer dan. We hebben toch onze spullen nog. En onze set. Dat is het belangrijkste. Fuck, ik had niet verwacht dat mijn blikje nog zo vol zat. Maar deze episode gaan we dus een beetje bezig met ja, boekenkasten en villetjes. Hé, hey, hier zitten er gelijk 3 in. Oh, nice. Dat is nou even de deur barkendeer. Zo. Zeg maar op deze manier. Ik heb nog steeds heel erg jeuk aan mijn oor. Ik weet nog steeds niet wat het is. Misschien is het wel ooreten. Hebben jullie daar wel eens over nagedacht? Ja. Nu vragen jullie je af. Wie heeft er dan met zijn vinger in jouw oor gezeten? Ja. Ja, ik weet niet. Deze dingen nemen we ook maar even mee. Ik weet niet, die maak je geloof ik ook best wel duur. Dan moet je eerst weer dingen omsmelten en zo. Oh, kut. Nee. Misschien is dat wel een goede villager. Wat ruil jij? Nee, jij bent geen goede villager. Jij bent geen goede villager. We moeten zo meteen wel weer terug naar ons huis. En ik weet de coördinaten niet meer. Ouch. Dat is wel weer wat minder. Heel veel mobs hier. Dat is één ding dat zeker is wat we doen. We gaan even wat eten en dan gaan we gewoon weer terug. Want we hebben nu ongeveer wat... Oh nee, alleen die boekenkast moeten we even meenemen. Oh kut, kunnen ze de deuren kapot maken? Ik heb de deuren toch gebarkeerd. Ga even wat XP farmen, dat is altijd leuk. Even wat experience farmen, dan kunnen we dat uiteindelijk gebruiken voor die boekenkasten.
mijn manier is wel. Oké, okay, ja, ja, jij had ook weer niks nuttigs. Kan ik misschien heel even snel een... Ja, dat kan, hè? Niet? Heb ik niet genoeg voor. Oké, okay, dan moet ik het even zo pakken, op deze manier. 1 boekenkast. Ik weet niet hoeveel boekenkast je eigenlijk nodig hebt om vol te kunnen enchanten. Maar ik geloof dat we al een heel eind komen met wat we nu vinden. Gelukkig hebben we dat. Ik denk niet dat dat terugspant. Zodra we maar niks slopen van de huis, ik denk dat we dan al een heel eind komen. Dan bedoel ik niet met boekenkast, want boekenkast kun je gewoon wel slopen, geloof ik. Zonder dat er iets ergs gaat gebeuren. En die boekenkast hebben we natuurlijk nodig, want als we die niet meepakken, ja, dan komen we geen eind. Die hebben we namelijk nodig, omdat we die later weer kunnen gebruiken. Even kijken, hoeveel boekenkasten zijn dat? 5 boekenkasten. Huh. 5 boekenkasten. Wat kunnen we daarmee? Daar kunnen we sowieso wel iets mee enchanten, toch? Fuck this shit. Kijk, we komen nu al aan het eind met de experience. Wat wil jij ruilen? Okay, jij bent nutteloze ruilen. Kom op. Kill die shit. Kijk, het is wel zonde van mijn Iron Sword. Maar ja, sowieso krijg ik wel weer experience natuurlijk. Dat is altijd handig. Ik maak je dood. Hij heeft een hele kleine lag of zo. Ik weet niet, dat komt waarschijnlijk door freeze hosting. Hey, je hebt het... Oh! Oh yes baby, een potato. Dan kunnen we eindelijk potatoes gaan farmen. Voor de mensen die denken, waarom zou je zo blij zijn met 1 potato? Nou, potatoes die kom je heel erg moeilijk aan. En als je er eenmaal 1 hebt, dan kun je ze gaan farmen. Dan krijg je er uiteindelijk gewoon net zoveel als je maar wil. Tenminste, ligt aan hoe lang je blijft farmen natuurlijk. Ik blijf gewoon de hele tijd door farmen en dan komen we al een heel eind. Dus dat is altijd mooi hoor. Het is altijd gek. Van die keer de dingen kan ik nou genieten. Hè? Van gewoon een potatootje krijgen van een zombie. Daar word ik al blij van. Yo, wat is het leukste wat jij hebt meegemaakt in de vakantie? Nou, ik was in Minecraft. En toen kwam er een zombie, die maakte ik dood. Dan kreeg ik een potato. Dat is potato-tastisch. Dat is ook weer niet grappig, maar jullie snappen wat ik bedoel. Het gaat ervoor met het idee. Is er alweer teruggespannen? Nee, hè? Zou wel een grote bug zijn als alles telkens terugspande. Wauw. Zou wel een awesome bug, zou ik zeggen. Dat moet ik zeggen. Oh, nee, kut. Ja, we zijn nog bijna level 5. Dus het gaat goed. Dat gaan we allemaal gebruiken later om te enchanten. Ik wil sowieso even een goede bow hebben voor als we naar die Ender Dragon gaan. Voor de mensen denken, wanneer ga je naar de Ender Dragon? Ja, zodra ik er zin in heb. Dus ik denk, hey, genoeg spulletjes, laten we naar de Ender Dragon gaan. En dan gaan we de tempo een beetje verhogen. Een beetje tempo erin gooien. Eten. En moet ook even... Oh, kut, hij heeft ons gezien. Na die laatste update zijn die dingen zo ontiegelijk slim geworden. Dat is ongelooflijk. Niet meer leuk slim gewoon. In het begin was het nog wel grappig hoe slim die dingen waren. Dat ze gewoon in het water, dat ze gewoon begonnen te beschieten, zodat je niet meer verder kon. Maar nu... Dat is gewoon niet meer leuk, weet je. Kom op. Ik moet van mijn ouders Minecraft video's maken. Want het gaat hun allemaal alleen maar om YouTube geld. Dus ik moet. Dit doe ik niet met mijn echt grapje. Ik kwam er opeens zo van. Hey, stel voor mijn ouders zeiden. Hey, Jop, je moet Minecraft video's maken. Maar dan verdien je geld mee, kut. Ja, maar papa, ik hou helemaal niet van Minecraft. Jawel, daar hou je wel van. Dat beslis ik voor je. En anders ben ik teleurgesteld in je. Nee, zeg dat nou niet. Ik ben teleurgesteld in je. Nee. Dat is zo vervelend als ouders het zeggen. Niet dat die van mij dat doen, maar stel voor ze zouden het doen. Nee, oké, dat is gewoon vervelend. Ik liever dat ze dan zeggen van ik ben boos op je dan teleurgesteld. Ik ben boos, ja, fuck dat, maar pech dan. Maar ik ben teleurgesteld, dat klinkt altijd zo hard. Zo. Ja, ik weet niet. Dat klinkt gewoon kut. Maar eigenlijk hadden we even een spoor moeten aanleggen van Netherrack. Laten we dat nu even doen. Een spoor aanleggen van Netherrack. Dan weten we precies waar we naartoe moeten als we terug willen. Kijk, zeg maar zo. Dan kunnen we precies zien waar we naartoe moeten als we terug willen. Dat is altijd handig. Zo slim ben ik. Kijk, ook al is het maar een klein beetje, dan kun je in elk geval dat spoor een beetje volgen, weet je. Helemaal, dat deed ik ook altijd in mijn video's die ik nooit opnam. In mijn oude survival wereld, toen ik geen YouTuber was, maakte ik altijd netherrack dingen. Kijk, daar kan ik, oh shit. Daar is mijn huis alweer. Dood, creeper. Dood. Shit. Creeper. Creeper. Zo. Oh nee, 2. 3 zelfs. Doe schrik. Ik kan in elk geval vluchten. Dus ik ben daar wel blij mee op een of andere manier. En we hebben natuurlijk mooie spullen weer. Want we hebben natuurlijk een potato. En die ga ik even farmen als ik heb geslapen. Hey, onder ons huis zit wel iets heel groots geloof ik. Ik zit een hele stongel. Dat is altijd het mooiste chunks die daar. Dan kun je wel altijd zien wat onder je huis zit. Dat is wel weer fijn, weet je. Dat is wel weer leuk. Even snel deze kant op. Kom op, kip. Skeleton. Zombie. Laat me gewoon met rust, joh. Nee. Ik zie mezelf nou weer op een laatste moment doodgaan. Yeah, baby. Kan ik slapen? Kut. Kan niet eens slapen. Nou ja, dan maken we eerst even wat boekenkasten. Hebben we daar genoeg hout voor? Ik zie hier wel wat hout. 26. Komen we daar? Hoe ver komen we daarmee? Als ik nou zo doe, komen we dan... Is dat ongeveer 4? Oh, download is complete. Nice. Oh, Job, je download. Oh, Job. Nee, dat mag niet. Er zijn mensen die hard werken voor hun geld. En jij gaat downloaden. Oh, je bent zo'n klootzak, Job.
Noem. Nee, grapje. Ik download soms. Soms download ik wel eens wat dingen. Ja, jelle, logisch. Klaag me aan als je wil. Klaag me aan als je wil. Maar nee, dat zijn van die kleine dingetjes die ik download bijvoorbeeld. Van die kleine filmpjes, weet je wel. Dat is ook het enige wat ik eigenlijk echt download. Als je het downloaden wil noemen trouwens. Even kijken. Doe even dit terug en dan kunnen we even kijken. Kan ik alweer slapen? Kan ik alweer slapen? Ik kan nog steeds niet slapen. En als ik nou met mijn bed hier ga liggen, kan ik dan wel slapen? Zou wat zijn als dat dan wel kon? Op een of andere manier lekt hij een beetje. Maar dat komt natuurlijk door freeze hosting. Dat is namelijk waar ik mijn server heb. En ik ben er echt niet tevreden over. Freeze hosting, aanrader. Servers die laggen. Die heel vaak uitvallen. Die duplications bug hebben. En nog veel meer. Oh kut, er is iemand in de server. Ga slapen nu. Anders kik ik je en ban ik je van de server. Is mijn ping trouwens goed? Ja, mijn ping is best hoog. Oh nice, hij is even weg. Want ze laden. Nee, ze laden. Nee, ze laden niet. Ik zit in de Minecraft-wereld. Oké, nice. Wat gaan we doen? We gaan het volgende doen. We gaan even alles hier dumpen wat we niet nodig hebben. En we gaan even hout verzamelen. Want zodra we hout hebben, dan kunnen we dat weer gebruiken om inderdaad... Ik weet eigenlijk niet wat ik wou zeggen, maar dat we kunnen gebruiken voor de boekenkasten. Boeia! Dus ik maak heel even snel een bel. Ik wou zeggen een pickaxe, maar een bel. Een bel-axe. Ik zoek wel even snel de nutteloze spullen hierin. Dan kunnen we eigenlijk wel gaan beginnen met farmen. Deze chest die doe ik nog even hier zo. Zo. En dan ga ik heel even naar buiten. En dan ga ik even de benodigde hoeveelheid hout verzamelen. Oh, dat klopt netjes, hè? Moeten jullie toegeven, dat klopt netjes. De benodigde hoeveelheid hout. Ja, zo leuk om van die nette zinnen te zeggen. Kijk hoe mensen anders tegen je aankijken. We hebben hout nodig, zoveel mogelijk. Of, we hebben hout nodig. Wat was nou? Ik ben nu alweer de zin vergeten. Creeper? Oh, ik dacht het al, hè, dat ik hem hoorde. Ik dacht dat ik hem hoorde, maar ik wist het even niet zeker. Maar ik had al wel zo'n vermoeden. Dat is ook weer zo'n mooi woord, vermoeden. Ik had alweer zo'n vermoeden dat de creeper achterstaand naar me stond te kijken in het duister. Oké, dat zijn gewoon allemaal woorden die je bij elkaar mixt tot een nette zin. Maar, afgezien van het feit dat ik net Amnesia heb gespeeld, dan best wel heel erg blij ben na zo'n schrik-effect. Als ik Amnesia ga spelen, krijg ik fucking druk op mijn borst. Dat is ongelooflijk. Dus kan ik mijn kindjes geen melk meer geven. Wat? Niks. Hier, boom. Ga groeien. Groeien, zeg ik je. Als we nou boommeel hadden, hadden we hier gewoon een soort van DMG-bos kunnen creëren. Een DMG-bos. Dit is een job. Voor een job. Kijk, dat klinkt netjes. Dat klinkt netjes. En dat heb ik ook absoluut niet van iemand anders die Rick heet van Serpent Gameplay gejat. Die zin. Het is gewoon een job voor een job. Ja, dat klinkt wel mooi. Het klinkt wel mooi. Hoe je het ook bent of keert, het klinkt cool. Oké, zo. 63 laderen. Moeten we ook weer doen? Oh ja, we moesten een boekenkast maken. Hebben we trouwens nog wel boeken? Ja, we hebben boeken, mooi. Waar ga ik mijn enchanting table maken? Ik ben even plan om hem gewoon in mijn huis te gaan maken. Dat vind ik ook wel weer zoiets wat lief zou doen. Maar ze laden. Nee, ze laden. Oké, dit is alweer genoeg, geloof ik. Oké. We hebben 7 boekenkasten. We hebben er geloof ik 12 nodig. Dus we komen al een heel eind. Alleen het volgende wat we... Ik ga hem gewoon buiten maken, weet je. Zo ben ik dan ook wel weer. Ik maak hem gewoon buiten. Maak ik er later wel een huisje omheen. Hier, prachtig plekje. Prachtig. Alleen nu moeten we nog even een enchanting table hebben natuurlijk. Hebben we daar 1 boek tekort voor zeker, of niet? Kut, hebben we 1 boek tekort voor een enchanting table. Dan moeten we dus 1 boekenkast moeten we weer weg gaan halen. Anders kunnen we geen enchanting table maken. Dat is kut, maar ja, het is wel de waarheid. Dat is wel weer waar. Wat hebben we nodig? We hebben 2 diamond nodig. 4 obsidian hebben we nodig, geloof ik. Even kijken, we hebben nog meer obsidian vast wel. Nee, serieus niet. We hebben toch 4 obsidian nodig voor een enchanting table, of niet? Ja, we hebben 4 obsidian nodig voor een enchanting table. Kunnen we dat netter zeggen? De benodigdheden voor een enchantment table zijn 4 blokjes of obsidian. Obsidian is te vinden in de laatste gedeelte van Minecraft. Ja, dat klinkt netjes. Dat klinkt gewoon zo leuk. Maar nee, we gaan even alles wegdoen. En we gaan dus even naar beneden. En hebben we nog wel een diamond pickaxe trouwens? Hebben we een diamond pickaxe? Hebben wij een diamond pickaxe? Ja, die hebben wij. Nee, jammer dat we geen obsidian meer hebben. Als we dat nog hebben, we hebben nog maar 1 blokje nodig gewoon. Ik ga hier gewoon aftieven. Die zal altijd hoe ik dood ga. Gewoon zo heel erg YOLO-achtig gewoon eraf springen. Huppakee. Dat is eigenlijk ook hoe ik mijn efficiency 5 pickers bij kwijt ga. Nu zijn er waarschijnlijk veel mensen die denken, oh, kutzooi. Niet oh, kutzooi, mijn efficiency 5 is heel hoog. Inderdaad, klopt. Ik moet even een bucket met water hebben, anders komen we helemaal niet verder. Als ik een beetje vergeten ben, als ik nou een bucket met water eroverheen gehoord, dan krijg je obsidian. Ik vind eigenlijk ook wel dat ze gewoon legit een hemel moeten gaan creëren in Minecraft. Of een bed waar je gewoon ook de dag kan skippen. Er zijn van die kleine dingetjes... Die helpen, want ik vind het al zo vervelend als het bijvoorbeeld nacht is en ik heb bijvoorbeeld, zeg eens iets nodig, bijvoorbeeld bone meal, dus ik wil heel veel skeletons killen. En dat het dan net weer ochtend wordt, omdat al die skeletons zo weer verbranden, dat is ook kut altijd. En dan eenmaal, wanneer je altijd weer
wel moet slapen, dan staat er There are monsters nearby. Dat is ook weer zo kut, weet je. Dat zijn van die kutterige dingetjes in Minecraft. Heb ik thuis nog wel eten? Ik heb 1 potato. Het zou wel heel erg scumbag van mezelf zijn als ik die nu zou opeten eigenlijk. Het zou wel leuk zijn. Het zou wel leuk zijn. De enige potato in de server opeten. Nou, dat vind ik een leuke. Dat vind ik wel leuk om iemand helemaal te laten ragen eigenlijk. Dat zijn wel echt leuke acties eigenlijk. Dan, nu heb ik echt de neiging om dat te gaan doen. Dan weet ik niet of dat echt de enige potato is in de surf. Maar ik ga er wel vanuit dat het een van de weinige potatoes is hier. Hierboven was het goed. Zit hier... Oh, hier was het gewoon nog heel veel obsidian. Dat wist ik niet. Dat wist ik niet. Zo. En als het goed is... kan ik nu deze pakken. En dan ren ik gelijk weer weg. En als we die hebben... ja, dan hebben wij genoeg voor een enchanting table. Dan kunnen we dat deze episode gaan doen. Enchanten. Nou, we kunnen niet zo heel veel enchanten. Maar misschien 6 levels. We hebben genoeg. Boeia. We gaan ook gelijk weer weg. We gaan ook echt niet voor die 4 obsidian. Want we hebben er al 3. Dus ik ga ook niet moeilijk doen. Ik bedoel, ik heb ook een leven hoor. Ik wil zo meteen ook nog in mijn naak gaan minecraften met een bak korenvlees op schoot. Kom op jongens. Jongen. Ik ga nooit meer praten over Minecraft die de wereld op is. Ik had er vannacht echt een nachtmerrie. Want ik droomde. Dat het netwerk bij bijzit zat van joh, je mag alleen nog maar Minecraft uploaden, anders mag je geen video's meer maken voor YouTube. Dat droomde ik. Toen was ik helemaal in paniek en toen zei ik, ja, maar ik heb ook een leven, ik wil geen Minecraft. Zeiden ze allemaal van, ja, Job, je moet wel Minecraft. Nou, oké, dat heb ik niet gedroomd, maar het zou wel awesome zijn als ik dat droomde. Dat zou wel een betekenis hebben, die dromen. Dat zou dromen zijn met betekenis, want mijn dromen hebben meestal geen betekenissen. En als ze betekenissen zouden hebben, dan zou ik pittig de lul zijn, denk ik. Heel erg pittig de lul. Ga me niet vragen waarom. Vraag maar waarom, dat vind ik leuk. Al van die meiden van, vraag me niet waarom. Oh, ze vroeg niet eens waarom. Zucht. Of van die meiden die dan foto's van zichzelf gaan maken en dan dit hun hele gezicht bedekken. Zo. Alsof ze zeg maar 1 oog hebben. Of als zeg maar hele vieze tanden hebben of iets, weet je. Hashtag zucht. Ja, dat wordt een nieuwe. Hashtag zucht. Dat vind ik een leuke, dat ga ik doen. Geen creeper hier. Het zou jammer zijn als die ging ontploffen bij mijn Shandic table. Dat zou echt heel erg jammer zijn. Zal ik hem hier zo neerzetten? Ja. Boekenkasten heb ik niet. Oké. Okay. We moeten echt even wat koeien fixen. Ik heb leer nodig. Gisteren was er een gast in de server. Die zei, wie wil leer met mij ruilen voor een dia? Ik dacht, ik wel, want dan heb ik lekker veel leer. Schreef ik er. Oh nee, wacht. Heb het zelf nodig. Weet je, dat... dat zijn eigenlijk die momenten waarvan je soms echt denkt van... fuck deze shit. Hashtag ban. Er stond hashtag ban maar in het echte leven. Zouden er waarschijnlijk al heel wat mensen weg zijn. Op dit moment. Hoeveel kunnen we nu enchanten? 3, 2... 6! We kunnen 6 enchanten. Zullen we dat doen met deze pickaxe? Dat kan wel. Eigenlijk wel. Eigenlijk moeten we dat wel doen. Ah, ik vind het wel. Laten we dat gewoon doen. Hebben we toch deze aflevering nog iets leuks gedaan? Als je over enchanten denkt. Zo, of zullen we met 1 level enchanten? Vind ik ook wel grappig. 5. En visje 1. Oh, dat is nice. Dat is nice. Altijd leuk, visje 1. En visje 1 is altijd leuk. Hoe snel gaat dat? Best wel snel. Zie jullie? Zie het. Kunnen we hem ook een naam geven? Kijken. 9. Dat is niet duur. Pikketrekker. Kan dat? We kunnen deze pikketrekker noemen. Dat vind ik wel een leuke. Alleen dan moeten we nog 9 levels hebben. Dus als we nou nog even snel 9 levels fixen nu. Weet je. Dan kunnen we hem een leuke naam geven. En dan kunnen we afsluiten. Dat is toch leuk? Mensen, dat is leuk. En dan, dat zijn dus van die momenten waarvan ik denk van, kon je de nacht in Minecraft maar skippen, weet je. Ik kan ook gewoon de hele tijd dit gaan pakken natuurlijk. Alleen dan schiet je niet veel mee op, zoals jullie zien. Maar ja, elk klein beetje helpt, zoals ze altijd zeggen bij de reclames over dildo's. Of wat? Nee. Oké, kom op. Oh, hier is Porkchop. Oh, oké. Kunnen we iets bevechten als we nou een paar dingen kunnen killen of zo, weet je? Dat is wel nice. Maar ja, het is geen nacht. Ja, mensen, dan ga ik deze episode hier afsluiten. Mooie woorden aan voor de win. Dat doe ik altijd. Soms weet ik geen bijtoe. Dan schreeuw ik gewoon nog even aan het eind van de video een leuk woord. Ik heb vandaag in deze aflevering nergens over gehad. Mooie woorden. Dat is aan de bijtitel. Mensen, bedankt voor het kijken voor deze video. Leuk vinden. Groen duimpje, deel als video met je vrienden. Zou ik hartstikke blij zien. Ik zie je de volgende keer bij meer. Maar dat doe ik in de server. Later. Oh, nee. Oh, gelukkig. Ik dacht even dat ik in Kelvin. Later.